Goedemiddag. Ja, middag is het bijna 2 uur. Ik heb een kleine shoppinghaul. Ja, shoplog eigenlijk. Bij Boozy Shop had ik de Catrice Prime and Fine. Dit is mijn favoriet. Dit is een van mijn favorieten, maar de mijne was bijna op. Toen zag ik nog dat ze van de Clean ID, die ik laatst helemaal teststrip, dit hadden. Nou, ik dacht dat wil ik wel even proberen. Toen hadden ze ook deze. Dit is een Power Boost met vitamine C poeder. En dat hebben ze dan ook met Poreless. Dit zijn poeders. Dit moet je. Ah, waar stond het ook weer? In het Engels? Hier. Mix een vierde of the provided measuring spoon with a small amount of water-based care product. Ik weet niet of jullie dit kunnen jullie natuurlijk nooit zien. For example, 4 of 5 drops of a serum and apply to the cleansed skin. Avoid mouth and eye area. A tingling effect can occur at the beginning of the application. Once the skin has become accustomed to. Oh, once the skin has become accustomed to it, the application can be slowly increased to once a day. Oké, en dan moet je het als je. Deze had ik opengemaakt, denk ik. Dat lepeltje. Serieus. Wacht even, dit is mijn hand, hè? Zo. En ik heb echt hele kleine handen. Hele kleine handen. Om mijn middelvinger te houden, trouwring. Voor geval je dat afvragen. En dan moet je een kwart van dit lepeltje nemen. Hoe? Maar goed, dat gaan we dan wel testen. En ik had van de Bronze Away. Nou, daar was ik natuurlijk te laat mee. Maar ik heb wel de bronzer nog ervan kunnen krijgen. En toen kreeg ik bij Boozy Shop een spoelie gratis. Nou, altijd handig, kan ik altijd gebruiken. En anders kan mijn nichtje hem gebruiken. Toen kwam vandaag de kruidvat binnen. Poepie, ik heb hier een nieuw wenkbrauwpotlood van Essence. En dit is dan zeg maar met een gewone andere kant. Zo'n driehoek. Nee, ja. Dit is niet handig, hè? Nee, jullie worden echt helemaal misselijk nu. En dan aan deze kant. Zit dan een soort poeder. Daar heb ik al een van gehad van Maybelline. Ik ben benieuwd. Ik ga hem proberen. Dan heb ik. Ja. Twee. Foundations besteld. Dat is voor voorraad. Ik heb besteld. Wat is dit? Een nail primer en cleansing spray. Nou, dat gaat hij niet goed doen. Zo. En dan heb ik ook een express spray on base coat. Dan heb ik deze van Catrice. Dit is de all-in-one base en top coat. Heel fijn dit. Blijft echt een dag langer zitten bij mij. En nagellak blijven mij gewoon maar 1 dag zitten. En een nail hardener, want ik heb hele zachte, slappe nageltjes. Verder heb ik nog voor mezelf gehaald deze deodorant Protect. Heel fijn, heb ik toen bij Sarah Markin gezien. Ik heb een vitamine C maskertje voor mezelf gekocht. Ik heb gekocht Kruidvat Happy Harmony crème douche. Volgens Vrouwkje van Vrouwkje Loves Makeup is het, denk ik. Dat is heet. Ruikt dit hetzelfde als de Happy Buddha? Of zo goed als hetzelfde als de Happy Buddha? En de Happy Buddha was mijn favoriet. De nieuwe lijn van de Rituals, die ruikt niet helemaal hetzelfde. Want die is wat kruidiger. En ik mis juist zeg maar de sinaasappelgeur bij die nieuwe. Dus deze ga ik proberen.
Dan heb ik een aantal lippenstiftjes gekocht. Dit is Nude Beach. Die zien jullie allemaal nog wel voorbij komen. Dit is Full Power. En dit is de kleur Addicting Kisses. Dit is ook zo'n 5 pauw Full Power. En dit is Sparkling Agave. Dit is van de Clean ID lijn Inzetten de Perfectly Nude. En dan is dit de Nude Blush van de Clean ID lijn. Dus die gaan ook hierbij, want dit moet allemaal mee naar boven. Dan heb ik, moet ook mee naar boven nog, Face Wipes van de Kruidvat. Deze zijn echt prima. Hier haal ik een beetje extra, fris ik mijn gezicht mee op als ik 's ochtends gewassen en gedoucht heb. Dan heb ik Vitamine D voor Dennis. Huid, haar, nagels voor mezelf. Biotine. Houdt haren sterk en draagt bij aan normale haargroei. Helpt bij het gezond houden van de huid. Ondersteunt het energieniveau. En een normaal vetmetabolisme. Nou, vergeet het maar bij mij. Dat gaat niet meer lukken. Pre- en probiotica. Bevat 3 miljard van het veelgebruikte micro-organisme Lactobacillus acidophilus. Dit is een bacterie die van nature in onze voeding voorkomt. Bijvoorbeeld in yoghurt. Dit mag Dennis dus niet hebben. Met vitamine C ter ondersteuning van de weerstand. Nou, dit is zeg maar om een beetje te poepen. Vitamine C. En ik heb nog een Cranberry Plus voor mijn blaas te ondersteunen. Dat was hem. Ja. Boosie Shop en Kruidvat. Dit waren de nuttige dingetjes. Dit waren wat ik hebben moest. Hebben wilde eigenlijk. Fijne middag verder nog. Ik ga rustig aandoen, want ik heb vanochtend het huishouden gedaan. Heb ik verder wat te vertellen? Nee, gelukkig is Guus nu stil, want die is echt heel onrustig vandaag. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ga zo Wessel onder de douche schoppen, want die moet werken. En ondertussen ga ik verder kijken naar de Watts. Fijne middag nog en zorg voor elkaar. Doei!